In het Limburgse dorpje Bezel stond een erehaag van schutters aangetreden voor het paleisje van de schutterskoning, die gebukt ging onder een zware last. En daarmee bedoelen we niet de zilvervoorraad op zijn borst, maar het feit dat hij zijn titel moest gaan verdedigen, zoals de traditie van de schutterij dat voorschrijft. Waardig, zoals een koning betaamt, marcheerde hij, voorafgegaan door een muziekkorps, door het dorp, onder de hartelijke bijval van zijn trouwe onderdanen. Intussen werd op het schietterrein de houten vogel met enige plechtigheid in stelling gebracht tijdens een korte religieuze ceremonie die voorafging aan het grote schuttersfeest. Als eerste legde de burgemeester het erop aan om de hoog op de paal gezeten vogel enkele veren te doen laten. En dat lukte wonderwel. Na dit schot, dat zowel het feest als de houten vogel had geopend, begonnen de echte schutters met een elan dat de stukken eraf vlogen. Door al de treffers bleef er niet veel van de vogel over. Dat was trouwens de bedoeling. De spanning werd voelbaar toen de jonge Peters aanlegde. Hij bombardeerde zichzelf met een meesterschot tot schutterskoning. De nieuwbakken vorst werd om de hals gevallen door uitgelaten onderdanen die zich verzekerd wisten van een stevige dronk. Zijn ontroonde voorganger omhing hem sportief met de zware versierselen die hij een jaar lang zal mogen dragen.